We halen experts in de school om ons te vertellen hoe we het moeten doen. En nu hopelijk worden we zelf de expert. Master ontwerpen van eigentijds leren is een nieuwe masteropleiding. Waarom wilde je met deze masteropleiding starten? Nou, dat is een compliment aan de opleiding. Laat ik eerst starten met de informatieavond. Die nodig wel uit. En met name het stukje dat je de praktijk echt kunt vertalen naar de opleiding, maar ook andersom. Vorig jaar heb ik in het ontwerpteam gezeten van deze master. Ik mocht meedenken als leerkracht vanuit het werkveld. En gedurende dat jaar dacht ik, ik wil hem zelf ook gaan doen. Dus ik werd daar gewoon heel enthousiast van. Dat triggerde me wel enorm. En met name dat stukje praktijk, het kunnen vertalen. En het innoveren, ja. Het eigentijds leren. En wat is dat dan? Eerst moet je dat helder hebben. Om echt ook dan iets uit te gaan kiezen waar je dan in je school iets mee wil. En dat vind ik heel fijn aan dit. Want je hebt inderdaad de tijd en je creëert de kennis en de inzichten. Want wij zijn allemaal praktijkmensen. En we doen allemaal graag, hè? We voeren allemaal graag uit en liefst met een beetje tempo erin. En wij moeten nu heel erg terug in dat tempo, waardoor je wel dus meer dieper op de inhoud. En daarna, spreek ik voor mezelf, was ik ook wel echt op zoek naar een stukje verdieping. Enerzijds word je geïnspireerd, krijg je verschillende theoretische bronnen aangeboden, je gaat met elkaar in gesprek, je gaat dat onderzoek starten. En je maakt meteen die koppeling naar de praktijk. Ja, dat was voor mij de reden om juist deze opleiding te gaan doen. En niet een andere master, zeg maar. Ja, en daarop aansluitend, we halen experts in de school om ons te vertellen hoe we het moeten doen. En nu hopelijk worden we zelf de expert. Kunnen we het helemaal aanpassen aan onze school. En niet hoe die expert vindt dat het over het algemeen zou moeten.